boek dat in januari op zijn vroegst verschijnen moet. Help, ze hebben me gekidnapt. Lady Di, door Slobodan Radojevic. En we hebben een nieuwe gast in ons midst. En dat is mysteriegast, die af en toe wel eens ook medische verzorging doet voor de schrijver. Waar we heel dankbaar voor zijn. Goed, hoofdstuk 27, de Graal. Een aantal jaren na de opstanding van Christus ging de apostel Lucas met een aantal volgelingen van Christus de heuvel Ludgate Hill op in het centrum van het huidige Londen. Hij bracht de beker mee waarin Christus wijn had geschonken tijdens de laatste maaltijd in een gesloten kring en waarin bij de kruisiging het bloed van Christus was verzameld. Nadat Christus is opgestaan en zich aan zijn discipelen toont, reikt de apostel Lucas hem de bokaal vol bloed aan. Christus neemt de bokaal aan, tilt hem omhoog en spreekt een gebed uit en geeft dan de bokaal terug aan de apostel. Lucas neemt de bokaal voorzichtig aan om het bloed van Christus niet te vergieten, maar de bokaal is leeg. Alle apostelen zijn sprakeloos. Christus glimlacht en zegt, Lucas, ik ga nu naar onze vader. Bewaar deze bokaal tot ik terugkeer. Deze heilige beker en jij zullen als bewijs dienen dat een ieder die gelooft in God en zich houdt aan zijn geboden onsterfelijk zal zijn. Jij, Lucas, zal leven totdat ik terugkom. Ook al mocht het duizenden aardse jaren duren, jouw lichaam zal niet veranderen en niemand die met jou is zal oud worden en sterven. Ik zal niet terugkeren totdat Gods wil vervuld is en dan zullen jij en allen die jij uitverkoren hebt het eeuwige leven krijgen zoals de engelen en ik dat hebben. De apostel Lucas, vergezeld van een aantal andere leerlingen van Christus en Maria Magdalena, is naar dit gebied gekomen omdat het de wil van God is. Op de top van Ludgate Hill is een gat dat diep onder de grond naar een enorm brede grot leidt. Daar plaatste de apostel Lucas de heilige bokaal op de top van een rots, vanwaar zijn dag en nacht schijnend licht in de grot doordrong. Diep in de grot bevindt zich een bron van drinkwater dat door ondergrondse gangen verder stroomt naar de Thames en ondergronds uitmondt in die rivier. De apostel Lucas beval om boven de opening van de grot een klooster te bouwen, om zo de ingang van de ondergrondse goddelijke grot te camoufleren. Maar direct na de bouw van het klooster, dat de volgelingen van Christus naar de naam van een leraar Jezus genoemd hadden, voltooid was, werd het afgebroken in opdracht van de Romeinen, die een groot deel van de grootste Europese eilanden bezet hadden en christenen in heel Europa vervolgden. Gelukkig ontdekten de Romeinen de ingang naar de ondergrondse grot niet. De ruïne bleef gespaard. De apostel Lucas was toen gedwongen om zich met de volgelingen van Christus enige tijd terug te trekken naar een andere plaats. Eerst in het huidige Frankrijk, alwaar ze een tijdje verbleven, en daarna naar Servië, waar ze voor die tijd al gewoond hadden. In het geheim Vaticaans archief, dat alleen de paus en zijn vertrouwde adviseurs mogen bezoeken, staat duidelijk geschreven dat de heilige beker destijds onder de ruïnes van het kloostergebouw van de Schepper in de ondergrondse grot achter werd gelaten. In dat archief staat tevens vermeld dat de apostel Lucas aan het begin van het jaar 600 teruggekeerd is naar het eiland. Bovenop de ruïne van het klooster van de Schepper op Londen's Ludgate Hill bouwt hij een kathedraal, welke hij in opdracht van de Schepper de nieuwe naam van de heilige Paulus geeft, om de aandacht van de heiden af te leiden. De bouw van de nieuwe kathedraal wordt voltooid in het jaar 604. In het geheime Vaticaans document staat dat de bouwlieden de verborgen ingang van de grot gevonden hebben en de heilige bokaal hebben gezien, maar dat hun spraakvermogen hun onmiddellijk werd afgenomen en dat ze allemaal monniken werden.
En omdat iedereen die de heilige beker ziet, de kracht van het eeuwige leven krijgt, konden ze dus niemand tot op de dag van vandaag het geheim onthullen. De nieuwe kathedraal werd vele malen beschadigd vanwege de haat van de inheemse bewoners van het grootste Europese eiland, die op dat moment primitieve, goddeloze, ongelovige wezens waren, gekleed in leer en lijkend op de oude Scandinavische vikingen, vanwege hun haat dus tegen het christendom. Hoewel de christenen de kathedraal telkens opnieuw renoveerden, werd hij door de antichristenen uiteindelijk in het jaar 675 in brand gestoken. De Engelse christenen gaven het echter niet op, want in hun midden leefde weer de leerling van Christus, de apostel Lucas, en op dezelfde plaats, op de Londense Ludgate Hill, bouwden ze een grote nieuwe kathedraal. Deze nieuwe kathedraal, die ook de naam van St. Paulus droeg, werd leeggeroofd en afgebroken tijdens de invasie van de Normannen in het jaar 962. En voor de tweede keer verlaat de apostel Lucas met zijn begeleiders het grote eiland om terug te gaan naar de Balkan, maar deze keer neemt hij de heilige beker met zich mee. In het jaar 1087 bouwen de Normannen op dezelfde plaats en in overeenstemming met de geest en architectuur van het Normaanse nationaal christendom een andere, veel hogere kerk. Maar om de inheemse bewoners van Londen naar hun niet-christelijk geloof over te halen, noemen ze de kerk weer St. Paul. Hoe dan ook, het was toen de grootste kerk in Engeland met de hoogste toren, die zelfs boven de wolken uitstak en die volgens de legende in lengte de toren van Babel had verslagen. Maar nogmaals, zoals geschreven staat in de geheime Vaticaanse archieven, dat werd niet gewaardeerd door de schepper van hemel en aarde, en zo verwoestte God in 1561 met een donderende bliksemslag de hoge toren. Aangestoken door de bliksemschicht verbrandde alles tot op de bodem van de kerk. Toen het vuur ook het dak van de kapel dreigde aan te tasten, rende een zuster, genaamd Francis, de kathedraal uit en knielde op de grond. Met haar handen scheurde ze haar nonnenjurk in fluiden, waardoor haar volle borsten, die nog nooit een man had gestreeld, zichtbaar worden. Ze richt haar hoofd hemelwaarts en schreeuwt: "Mijn God, waarom?" Op dat moment komt uit de duisternis een mysterieuze, gladgeschoren, mooie, lange man dicht bij haar staan. Hij is gekleed in een wit zijden gewaad dat licht geeft in het donker. De mysterieuze man bedekt haar lichaam met een brede, witte zijden doek. Van onder zijn wit lichtgevend gewaad haalt hij de heilige bokaal tevoorschijn. Heft hem op en spreekt een gebed uit in de oud-Hebreeuwse taal. De non Francis, bevend van angst, verstaat alleen het woord Ravi. Op dat moment barst over heel Londen een regenvloed los. Het vuur wordt gedoofd. De toren valt neer aan de andere kant van de kapel, zodat niet een centimeter van het dak van de kapel beschadigd is. De mysterieuze man bergt de heilige bokaal onder zijn witte zijden mantel. Hij biedt de altijd nog knielende non Francis zijn hand en helpt haar op te staan. De mysterieuze verschijning legt zijn open hand op Francis' nat geregende voorhoofd. Een zaadje dat in de grond is geplant gaat dood om een nieuwe boom te baren, die na geboren te zijn een duizendtal gelijke vruchten zal geven, zegt hij. Vrees niet, de hemel heeft jouw gebed aangenomen. Jij zult evenals de schepper